Mannenwereld. Oh, wat zou die zijn? Niets zonder een vrouwenhart. Maar om nou te zeggen dat we mannen waren. Het geld dat we als terrasovers verdienden, verzopen en vergokten we s'avonds in een kroeg van een klein Zeeuws dorpje tussen de Scheldes. De vuilbekken vol vieze praatjes, de toekomst lachte ons tegemoet en wij lachten terug. In Amsterdam viel bij bouwvakkersrellen een eerste dode. We hebben allemaal onze mislukkingen met meisjes gekend. Mislukkingen die we potvierden op de grootste mislukking van allemaal. Bertje. De zoon van de weduwe van bakker Fraanje. Bertje, zei ik, een vrouw is een brok deeg, je moet haar kneden. Maar in de buurt van meisjes verstijfden zijn vingers in plaats van zijn mannelijkheid. We hebben allemaal onze moeilijkheden met BH-sluitingen gehad, maar Bertje wist er zijn vingers tot bloedens toe aan open te halen. Of raakte er zodanig in verstrikt dat wij hem met een betonschaar moesten ontzetten. Bertje had niks met vrouwen, nou ja, met zijn moeder. Die hem s'nachts om 4 uur uit de kroeg kwam halen omdat hij zijn broer moest helpen in de bakkerij. Ze gaf hem een arm en licht slingerend verlieten ze het café nagejouwd door ons, de hoogmoedige achterblijvers. Roombroodje, banketstaaf, vruchtenpunt, boterletter en we krijsten mee met die zwarte man wiens stem uit de jukebox. Het café is schalde boven alles uit. Dit is een mannenwereld. Maar wat zou die zijn zonder een vrouwenhart? Om een avond, zeg maar een nacht, besloten wij dat Bertje toe was aan een beurt van een professional. Voordat het te laat was. En met het te laat bedoelden wij voordat hij een flikker zou worden. Een metrobestuurder. Chef in pakafdeling ontbijtkoek. En Harry, net terug van 8 maanden wilde vaart, stelde voor om met Bertje naar de hoer in Antwerpen te gaan. Met zijn splinternieuwe tweedehands rode MG waarvan Bertje de lak kon strelen of het de bobbel in zijn broek was. Bertje mocht rijden. En vlak voor Goes haalden ze een paardenwagen met fruit in. En reden frontaal in op een 16-tonner met ongepelde garnalen op weg naar een reclamespotje. Harry werd uit het wrak geslingerd, lag er met een dwarslesie naast en Bertje was op slag dood. En uit de autoradio die ongedeerd in het verkreukelde wrak zat, krijste die zwarte man boven de sirene van de naderende ambulance uit, voor iedereen hoorbaar. Dit is een mannenwereld. Maar wat zou die zijn zonder een vrouwenhart?
De midzomerdag kon niet heter. We hadden onze somberste winterkleren aangetrokken. En sjokte achter de kist aan. Probeerde ons groot te houden door het heftige gesnik van Bertjes moeder te negeren. Sommigen van ons hadden best dood gewild. De dominee keek ons aan of wij de moordenaars van Bertje waren. En hij vertelde het verhaal van de goede herder die niet rustte voor hij zijn schaapjes op het droge had. En toen, terwijl de kist langzaam in de kleffe Zeeuwse klei zakte, schreeuwde de moeder over het zinderende vlakke land, zodat het hoorbaar geweest moet zijn aan de overkant van de Schelde. Jongen! Even was het stil. En toen vervormde de echo van die schreeuw zich tot die klonk als de stem van die krijsende zwarte man uit de jukebox in een klein café, uit een autoradio van een verkreukeld wrak, maar mannen die niets te betekenen hadden zonder een vrouw.